en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie van Morphe uittesten. Morphe is ook echt een van die merken die echt met 100 collecties per jaar uitkomt. En ze zijn een tijdje geleden uitgekomen met een nieuwe collectie in samenwerking met Coca-Cola. Dit is hun tweede samenwerking met Coca-Cola. Vorig jaar juni was hun eerste samenwerking. Die collectie heb ik nooit gehad, maar deze tweede collectie heb ik ontvangen in PR. En ik dacht, ik ga er gewoon een leuke video over maken, want ik denk dat jullie hier wel geïnteresseerd in zijn. Ik vind Morphe over het algemeen een best wel fijn merk. Het gebeurt niet heel vaak dat Morphe iets uitbrengt waarvan ik denk, het is echt heel erg slecht. Dus ik hoop gewoon weer dat deze collectie goed gaat zijn. Ik hou ook van cola. Als je me al een tijdje volgt, weet je dat ik echt cola zero drink for life. Wel zero. Ik drink geen normale cola. Ik vind het wel lekker, maar al die suikers en whatever, dat drink ik niet. En omdat ik altijd wil afvallen en zo, drink ik dus geen normale cola, maar ik drink wel echt cola zero. Ik weet dat er ook aspartaan in zit en dat is ook slecht, bla bla bla. Maar er zitten in ieder geval geen suikers en calorieën in en dat is allemaal mooi meegenomen. Dus wij gaan deze collectie testen. Het ziet er ook echt super leuk uit. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar de kwaliteit. Dus vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens, ik heb de collectie hier in dit bakje. Ik heb een kwastenset, oogschaduw, mascara en een lipgloss set. Oké, je ziet overal op de collectie staan 1971 en dat is het jaar dat hun Unity campagne uitkwam. En deze collectie is dus gemaakt om deze campagne te vieren. En daar komt ook de bekende slogan vandaan, I'd like to buy the world a Coke. Deze collectie is echt super super limited edition. Hij is er slechts 8 weken en als deze video online komt, is hij er al echt iets van 4 tot 6 weken of zo. Dus als je hem wilt, shop hem snel. Deze hele collectie is gewoon te koop bij Douglas. En heel deze collectie heeft gewoon te maken met optimistisch zijn, samen met elkaar zijn en iedereen gelijk behandelen, et cetera. Dus dat is een beetje informatie over de collectie. Laten we snel beginnen. Zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan, want er zit niks in deze collectie voor het gezicht. En we gaan beginnen met de ogen. En ik heb hier het oogschaduwpaletje. Dit is de verpakking. Het ziet er allemaal echt super cute uit. Kijk ook hier op de zijkanten hoe je allemaal zo van die bloemetjes hebt en smileys. Ik vind dit een leukere collectie dan hun eerste samenwerking. Tenminste, de verpakkingen en alles, want die eerste collectie heb ik niet getest. 30 euro is een normale prijs voor Morphe. En dit is dan het paletje. Ziet er ook weer echt super duper blij uit. Ik vind het echt heel erg grappig. Ik hou altijd van blije verpakkingen en zo. I love it. En dan is dit de inhoud. De inhoud ziet er ook weer heel mooi uit. We krijgen ook weer een grote spiegel. Het paletje is een beetje opgedeeld in twee delen. Het deel hier aan de rechterkant heeft allemaal neutrale bruine kleurtjes. En het linker gedeelte heeft wat meer fellere glanzende kleurtjes. En je hebt matte en glanzende kleuren. Het ziet er allemaal echt heel mooi uit. Dit is echt een paletje die ik zelf ook zou aanschaffen. Dit zijn echt kleuren die ik zou gebruiken. Zowel voor heftige looks als everyday looks. Want je hebt ook echt veel neutrale kleurtjes. En het ziet er allemaal echt heel mooi uit. Vooral deze kleur hier beneden. Het ziet er zo mooi uit. Ik ga even een paar kleurtjes swatchen. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Oh, vooral die middelste kleur. I love it. Ik vind het er echt allemaal heel erg cute uitzien. Dus hiermee gaan we een lookje maken. Ook heb ik een nieuwe kwastencollectie van Morphe. Dit is de Morphe X Coca-Cola Sweep the Peace oogkwasten set. Ook dit ziet er echt weer heel blij uit. I love it. Je krijgt dus de set in zo'n hele mooie etui. En het is dus een ogenkwasten set. Dus alleen maar voor de ogen. Ik heb de kwasten nog helemaal niet gezien. Het is nog helemaal dicht. Oeh, dit zijn de kwasten. Dit is de etui. De etui ziet er ook echt super cute uit. Dit is echt iets wat ik vroeger op school gebruikte en zo. Ik moet wel zeggen dat ik 35 euro een beetje duur vind voor maar een aantal kwasten. Maar goed, je krijgt wel kwasten en een etui. Maar toch, ik vind het wel een beetje een hoog prijs. En dit zijn dan allemaal kwasten. Het zijn best wel kleine oogschaduwkwasten. Dus als je een klein ooglid hebt, gaat dit echt ideaal zijn. Of als je echt heel secuur wilt werken en zo. Het ziet er gewoon oké uit. Het is niet echt dat ik echt denk, wauw, dit zijn echt de mooiste kwasten ever of zo. De haartjes zijn synthetisch, dus geen echt dierenhaar. Dus dat is ook wat handige informatie om te weten. Ik ga deze kwasten vandaag gebruiken. Ze zijn allemaal echt zo klein.
Vooral dit kwastje had ik nodig. Ik miste zo'n heel klein kwastje in mijn kwastencollectie. Dus deze ga ik zeker al in mijn kwastencollectie doen. Dus ik ga ook proberen vandaag deze kwasten te gebruiken. Je kunt ze zo terug doen in de etui. De etui is wel echt heel erg groot. Kijk, de kwasten zijn echt super klein. Dus je hebt echt een hele grote etui voor echt maar een paar kleine kwasten. Ze hadden misschien een betere en meer kleinere soort verpakking kunnen doen. Maar ja, whatever. Je kunt dus wel de etui ook gewoon gebruiken voor andere dingen. Bijvoorbeeld als je nog op school zit of zo. Ik zou hem zeker hebben gebruikt als ik nog op school had gezeten. Nou jongens, laten we van start gaan met de kwasten en het oogschaduwpaletje. Nou, we zitten iets meer dichtbij op elkaar. Zo kunnen we elkaar iets beter zien. Ik ga dus beginnen met de ooglook. Ik ga beginnen met een stukje plakband aan te brengen hier zo. Want ik wil zo een hele cat eye ooglook gaan maken. Dus wat ik dan doe is dat ik gewoon een klein beetje plakband zo hier plak. Niet te hard drukken, want anders haal ik de hele make-up eronder eraf. Ik ga beginnen met de donkerste bruine matte kleur hier. Die heet Iconic Italy. En dan ga ik deze schuin afgesneden kwast gebruiken van de collectie. En dan ga ik een soort van winged eyeliner creëren. Niet soort van, dat is gewoon basically wat ik echt ga doen. Zo, ik trek het niet helemaal door naar binnen. Ik stop ongeveer hier in het midden van mijn ooglid. Dus echt een hele mooie chocoladebruine kleur. I love it. En dan gewoon zo helemaal goed en donker inkleuren. Want dit wordt de donkerste kleur vandaag. Dus hij moet wel goed donker zijn. Oké, en nou ga ik met die kleur ook een lijn zo een beetje naar binnen trekken. Maar niet helemaal naar binnen. Ook hier, ik stop hier ongeveer hier zo. Oké, jullie hebben nou echt iets van wat is ze allemaal aan het doen. Maar zoals altijd, trust the process. Het komt hopelijk helemaal goed. Nou gaan we lekker blenden. Nou pak ik deze lichtere bruine matte kleur. Die heet Join Hands. En dan pak ik deze hele kleine ronde kwast van de collectie. En dan ga ik nou een beetje zo blenden bij mijn arcadeboog. En nou ga ik wel gewoon helemaal naar binnen toe. Die kleur mag een beetje overal. En dan pak ik de bruine matte kleur Warm Fuzzles. En die kleur breng ik zo in het midden aan van de twee kleuren. Om het nog warmer en dieper te maken. En zo ga ik gewoon een beetje op en neer. Totdat alles mooi is uitgeblend. Dan pak ik deze lichte matte peachy kleur. Die heet That's the Spirit. Die ga ik aanbrengen met deze beetje platte fluffy kwast van de collectie. Ik pak maar echt een heel klein beetje van die kwast. En dan ga ik zo heel lichtjes over de rand om het nog extra smoky te maken en goed uit te blenden. Dan ga ik in met deze hele lichte matte kleur, die heet Good Company. Die ga ik aanbrengen met deze buffer kwast van de collectie. Ik pak een heel klein beetje van die kleur en overal waar je zeg maar mijn huiskleur ziet, ga ik die kleur op aanbrengen om het een beetje te verhelderen. Kijk hoe het allemaal een beetje toch iets meer helder maakt. Iets meer mooi, een beetje vanilleachtig. Gewoon een heel klein beetje, niet te veel. Nou jongens, I love it. Dit ging echt heel erg goed. Nou ga ik het plakbandje eraf halen. En dan heb ik zo'n hele mooie strakke lijn. Zien we dit? Satisfying. Plakband haalt toch altijd een klein beetje foundation weg. Dus dan pak ik gewoon mijn spons zo. Dan ga ik er gewoon zo een beetje overheen. En dan is het allemaal wel weer gewoon goed. Dan pak ik weer deze twee matte kleuren hier. En die ga ik met deze kleine fluffy ronde kwast aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met deze blauwe glanzende kleur. Die heet 1971. En die blauwe glanzende kleur ga ik zo aanbrengen hier zo in mijn binnenste ooghoek. En dan ga ik het ook een beetje denk ik omhoog trekken. Dit wordt echt een beetje een aparte look. Ik gebruik weer deze kleine ronde kwast en ik maak hem nat met fixing spray. Ik weet niet zo goed wat ik nu ga doen, maar ik ga gewoon iets doen. En in mijn hoofd is het heel leuk. Ik breng zo hier zo deze blauwe kleur aan. Dan trek ik het ook een heel klein beetje zo omhoog. Maar niet te veel, gewoon een klein beetje. Kijk gewoon zo. Oeh, wat een mooie glanzende kleur, jongens. I love it. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. Die heet Lovey Dovey. En die kleur ga ik dan zo extra aanbrengen. Echt alleen maar in de binnenste ooghoek. Deze kleur trek ik niet omhoog of zo. Gewoon een beetje hier. Om het zo hier iets lichter te maken. En dan met wat er nog op de kwast zit, ga ik ook een heel klein beetje zo onder mijn wenkbrauwen om het een beetje te liften. Dit is zo'n aparte look, but I love it. Echt fantastisch. Oké, dan ga ik ook even een nude oogpotloodje doen in mijn onderste waterlijn. Deze is van Planet Revolution, een nude oogpotloodje.
Jongens, kijk even hoe leuk deze ooglook is. Zo van dichtbij. I love it. Vooral omdat ik 4 video's in de week knal, wil ik heel de tijd weer een andere ooglook maken. Anders wordt het een beetje saai als ik heel de tijd dezelfde soort ooglooks maak. Maar dit vind ik zeker weer iets aparts. Heel leuk. Oké, het volgende van de collectie is de mascara. Ik heb hier de Morphe X Coca-Cola 1971 Make It Big mascara. Oké, er staat online dat dit een volume mascara is en ook heel lang blijft zitten. Dus ik ben benieuwd. Dit is de verpakking. Echt zo'n cliché rode Coca-Cola verpakking. En ik moet zeggen dat het borsteltje er echt heel erg goed uitziet. Altijd wanneer ik zie dat het er een beetje zo uitziet, ben ik altijd best wel optimistisch erover. Dus jongens, ik ben benieuwd. Ik heb niet echt de beste wimpers, maar ik heb wel een lash lift gehad een aantal weken geleden. Maar een aantal wimpertjes zijn al gezakt en een aantal niet. Maar ja, whatever. We gaan gewoon de mascara proberen. Jongens, I love it. Oh my god, het is echt een fijne mascara. Wat me opviel was dat hij vooral heel veel lengte gaf. Daarna ben ik een beetje zo op de verpakking gaan lezen. En hier staat dus ook op lengtening. Dus dat hij echt lengte geeft. Dus dat was me al opgevallen überhaupt voordat ik die claim had gezien. Hij geeft inderdaad ook lengte, ook volume. En hij maakt het niet klonterig. Ik heb echt wel een aantal laagjes aangebracht. En ik heb heel vaak met andere mascara's dat ze dan een beetje klonterig worden. En dat is hier gewoon helemaal niet het geval. En ik heb echt crappy wimpers, maar ik vind ze er echt goed uitzien. Vooral hier, deze kant ziet er echt mooi uit. Hij is ook een beetje nattig, dus ik liet hem eventjes opdrogen. Want als ik ergens een hekel aan heb, is als een mascara nattig blijft, maar dan gaat het helemaal smatjen. Maar het droogt gewoon goed droog op. Dus dat is echt top. Ik vind het echt een hele fijne mascara. Heel blij ermee. Oké, het volgende is voor de lippen. Dus ik ga even nep wimpers opdoen en dan kom ik zo bezig. Daar ben ik weer. Nep wimpers zitten erop. Deze wimpers zijn nieuw en ik vind ze super mooi. Ze zijn bij Lashes by Lini. En dit is de stijl Bella. Ze zien er echt prachtig uit. Ik had niet verwacht dat ze zo mooi gingen zijn. Maar ik vind het echt hele, hele mooie wimpers. Heel blij mee. Oké, het volgende is deze mini lipgloss set. Dit is de Morphe X Coca-Cola Lip in Harmony set. Dit zijn 4 super, super glanzende, niet plakkerige mini lipglossjes. Dus we gaan ze eventjes bekijken. Dit zijn dan de 4 kleuren. Je hebt 2 een beetje nude kleurtjes. 1 meer oranje kleur. En 1 donkere paarse kleur. Nou, ik heb ze even alle 4 op mijn hand geswatcht. Ik moet zeggen dat de 2 lichte roze kleuren wel echt heel erg veel op elkaar lijken. Als ik ergens een hekel aan heb, is als je zo'n lipset hebt en 2 kleuren gewoon bijna identiek op elkaar lijken. Kijk dit dan, jongens. De ene is wel iets lichter dan de andere. Ik zie wel een verschil, maar het is zo minimaal als je het op je lippen hebt. Je gaat amper dat verschil zien, maar oké. Ik ga ze even op mijn lippen aanbrengen. Ik ga beginnen met deze donkerste paarse kleur. Deze kleur heet All The Feels. Oké, ik vind de kleur heel erg mooi. Het is inderdaad ook echt super glossy. Ik vind hem alleen een beetje patchy. Het kostte echt wat moeite om hem zo egaal aan te brengen. Het was een aantal laagjes, iets van 3 laagjes of zo. Ik vind dat het iets te veel beweegt. Ook als mijn lippen op elkaar gaan, ik zie gewoon dat het allemaal zo van die vlekjes creëert. En ja, dat is gewoon niet zo mooi. De volgende kleur die ik ga opdoen is deze oranje kleur. Deze kleur heet Full of Hope. Nou, dit is dan de oranje kleur. Deze is een stuk minder gepigmenteerd dan die paarse kleur van net. Het is wel een mooie peachy kleur, maar ook deze bracht weer super, super patchy aan. Kostte weer super veel moeite om aan te brengen. En ook deze beweegt weer te veel. Ik vind deze formules gewoon echt niet fijn. Ook laat deze mijn lippen een beetje er droog uitzien. En dat is wel heel apart voor een lipgloss. Je vindt niet heel vaak een gloss die je lippen extra droog maakt. Maar ik zie gewoon hier echt zo allemaal zo mijn velletjes en zo. En dat is gewoon niet zo mooi. Dan de laatste 2 kleuren, de nude kleurtjes. Ik ga beginnen met de kleur Join Voices. Kijk, ik ga jullie even laten zien met dat hij heel de tijd zo vlekkerig aanbrengt. Kijk, zie je heel de tijd zo dit? Zie je al die vlekjes? En je moet dan echt moeite doen om het helemaal zo weg te krijgen. En het gaat helemaal zo op elkaar. En het wordt gewoon echt een beetje een bende. Oh my god, ik vind deze formule echt helemaal leuk. En dan als laatste de kleur Perfect World. Ja, ook deze vind ik weer helemaal niks. De kleur is ook te licht voor mijn huiskleur helaas. Allebei deze twee kleuren. Maar ik denk dat als ik met een lippotloodje aanbreng het gewoon zou werken. Ik denk dat ik dat gewoon even ga doen. Ik ga lippotloodje Rural aanbrengen van MAC Cosmetics. En dan de kleur, even kijken, nee niet deze. Perfect Rural. Dus dit ga ik zo combineren. Kijk,
Kijk, zo ziet het er echt al een stuk beter uit. Maar ik vind de formule nog steeds helemaal niks. Ik vind ook de verpakking niet heel erg fijn. Als je hem weer dicht wil doen, hij springt heel tijd zo weer terug naar buiten. En dat is wel een beetje vervelend. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele look. Jongens, ik ben zo blij met de make-up look. Ik vind het echt zo'n leuke look. Ik had deze ooglook in mijn hoofd. En ik hoopte gewoon dat hij mooi ging worden in het echt. En dat is hij zeker ook geworden. I love it. Vooral dat blauw hier zo. Ik vind dat echt zo ontzettend mooi. Ik vond het ook echt wel een fijne collectie. Dit paletje is echt heel erg fijn. Ik vind het echt een fijn paletje. Als deze kleuren je aanspreken, zou ik het zeker halen. Ik vind de kwasten ook heel fijn. De kwasten zijn heel erg klein. Dus je kunt lekker secuur werken. En de meeste van ons hebben niet heel veel oogoppervlakte. Dus dit gaat echt heel erg fijn zijn als je wat kleinere ogen hebt vooral. Deze mascara is echt amazing. Het enige wat ik niet aanraad is deze lipgloss set. Ik heb jullie net al verteld. Voor de rest echt wel gewoon een fijne collectie. Ik ben heel blij met de ooglook. Ik ga zeker nog een look maken met dit paletje. Ik denk op mijn Instagram, dus volg me zeker daar. En ja, dat was het dan weer. Ik ben natuurlijk zoals altijd ook weer heel erg benieuwd naar jullie mening. Wat vonden jullie ervan? Vinden jullie de collectie leuk? Vinden jullie het echt helemaal niks? Wat vinden jullie van de ooglook? Kom kletsen beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Jullie allemaal een leuke dag hebben en alles gewoon goed gaat met iedereen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!